Perfect. Yep, helemaal klaar. Laten we dit doen. Wie heeft er zin in extra verse donuts? Waarom is het ineens zo rustig hier? Misschien door het winkelcentrum? Daar is nu een of ander leuk evenement aan de gang. Ik weet even niet meer hoe het heet, maar het wordt echt mega leuk. Het evenement. Malathon. Dat zou nou echt een groovy naam ervoor zijn. Ja, dat is de naam. Dat ziet er gruwelijk uit. Ja, toch? We doen allemaal iets speciaals om geld in te zamelen voor een nieuwe gemeenschappelijke ruimte. En niet om op te scheppen, hoor. Maar de salon biedt daarvoor een volledige spaardag aan. Ha! De salon en ik krijgen het druk. Oh, ja, een spa-dagje klinkt ontzettend leuk en zo. Maar ik heb een spiksplinternieuw boba-recept. En je weet wel, katjes. Dus ik denk dat we allemaal wel weten wie dit gaat winnen. Wat jammer dat het geen wedstrijd is, zeg. We zullen wel nooit weten wiens winkel de fierste is. Na-a-a. Daar is ze dan. Ben je klaar voor je eerste werkdag bij de Bibi Boutique? Zo klaar als ik ooit voor zal zijn. Wacht, wat doen jullie hier eigenlijk? Moeten jullie niet naar het winkelcentrum? We wilden je even succes komen wensen op je grote dag. Wij Mall Queens moeten elkaar blijven steunen. Dat is alles. Hoe dan ook. Miss Clem bracht me net op een geweldig idee. Waarom zouden we van de Malathon anders niet een vriendelijke wedstrijd maken? Spa-dag versus daytijd met katjes versus... wat de Bibi Boutique daar dan ook voor ding heeft staan. Dat is een fashion makeover apparaat en het wordt echt fabulous. Wow, top. Dus je doet mee. Wat krijgt de winnaar? Zeg niet het recht om op te scheppen. Kijk ons nou, dat hebben we allemaal al. Wat als de winnaar de nieuwe gemeenschappelijke ruimte een naam mag geven? Oh, nee. Wat als de winnaar het mag ontwerpen? Mogen we dat wel doen? We kunnen het Queen Bee vragen. Dit was haar idee, dus zij is de queen die de beslissingen maakt. Hey, Bibi. Yep. Wow, awesome. Ze vindt het een top idee. Dus de winnaar mag haar helpen met het ontwerpen van de gemeenschappelijke ruimte. Wat zeggen jullie ervan? Dit wordt echt zo cool. Dan ga ik nu vlug als vlug naar de boutique. Girl, wacht op mij. Ga jij anders met ze mee, Roller Chick? Neem vandaag vrij en veel plezier in het winkelcentrum. Bedankt, baas. Alt Girl, waarom sta je zo naar me? Heb ik al de hele tijd glazuur op mijn gezicht zitten? Jij brengt me net op een ander geweldig idee. Laten we samenwerken. Ik zorg voor de boba, jij voor de donuts. Samen zal niemand van ons kunnen winnen. Ik kan de diner beter niet onbemand laten. Wat? Het is hier binnen nog rustiger dan een Balls Girl. Ik denk echt niet dat je iets zult missen behalve de tijd van je leven als je, je weet wel, niet met me meegaat om te winnen. Prima, wat jij wil. Veel plezier met kijken naar rijzend deeg. Ik doe mee. Ja. We gaan een gemeenschappelijke ruimte in het winkelcentrum bouwen voor baby's van mijn formaat. Maar we hebben jullie hulp nodig. Doneer aan een goed doel en krijg een winkelcentrummunt die je kunt gebruiken bij alle winkels hier binnen om toegang te krijgen tot een speciale Malathon-ervaring. Of je nu de hele dag hardcore wilt gamen in de arcade speelhal of de nieuwste mode wilt uitproberen in de boutique, we hebben hier alles in huis. Wie wil er hier een spa-behandeling? Jullie sowieso toch, girls? Ik ken jullie toch? Welkom in de BB Boutique. Onze missie is om al jullie modedromen uit te laten komen. Mag Bedankt, ik? Maar ik kijk alleen maar rond. Oké. Geef maar een geel als ik kan helpen. Nou, kijk me toch niet zo zuur aan. De munten rollen vast elk moment binnen. Wat zijn die twee van plan?
samen. Ik vraag van jou, jou, jou en jou om jullie op jullie allerschattigste gedragen. Begrepen? Ze zijn eindelijk afgekoeld. Dit is duidelijk niet mijn recept. Ik had gevraagd om hartige donuts voor bij mijn vanille meloen matcha boba thee. Niet zoiets basics. Sorry. Ik dacht dat de zwarte peper en koriander bedoeld waren voor een stoofpot of zoiets. Het is al goed. Dit kunnen wel gratis samples zijn en je kunt gewoon mijn recept gebruiken voor de volgende batch. Maar weet je, zolang ik maar iets mag ontwerpen wat cool en edgy is voor de nieuwe gemeenschappelijke ruimte, ben ik blij. Oké, maar waarom per se edgy om cool te zijn? Stel je dit eens voor. Een met snoep bedekt kauwgombos. De bomen zijn van lollies, de grond is van chocoladerepen. Dat zou een zootje worden in de zomer. Ik ben gewoon heel erg fan van de suikerspin look. Jij niet? Bibi, mijn favoriete kleur is zwart. Er bestaat zwarte drop. Eeuw. Luister, we moeten nu echt verder gaan met bakken. Een nieuwe batch donuts graag. ASAP. En nu hartig, alsjeblieft. Donuts. Wat kosten die? Ze zijn gratis. Deze zijn geweldig. Kunnen we hier een dozijn van kopen? Dan mag je mijn munt hebben. Nee, je mag mijn munt hebben. Je mag onze beide munt hebben. We willen gewoon heel graag die donuts. Munten mogen verzameld worden naast het menu. Duh. Wat zeggen jullie ervan als ik 2 dozijn donuts bak voor jullie munten? Sorry, wat? We hebben echt geen tijd om te... Ik kap ermee! Maar we... Ik bak graag zoete dingen. Ik hou van suiker en de kleur roze. En ja, zelfs van standaard slagroom. Dus ik ga bakken wat ik lekker vind. En ik ga in mijn eentje je wedstrijd winnen terwijl ik dat doe. Hmm.